Zo, meneer Terlouw, heel erg fijn dat u er bent. Dat u tijd wilde maken en bij ons aan tafel zit als enige. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Zeer vereerd. Ja, nou wij ook. Mooi dat u er bent. Ja. Zoals gebruikelijk kijken we aan het begin even naar een klein fragment van iets dat er deze week gebeurd is. Ja, extreem druk eigenlijk ten opzichte van andere jaren. Zitten we nu al op 51 eekhoorns, waar we normaal over een heel jaar rond de 80 zitten. Dus ik wijd het toch een beetje aan de droogte. Ja, een heel schattig jong eekhoorntje. De eekhoornopvang zit vol vanwege de droogte. Ja. Hoe kijkt u hiernaar? Ik snak naar regen. Ja. Er vielen vandaag een paar druppeltjes. Ik ging in de taxi en ik zei een paar druppeltjes. Ja, helaas, zei hij, hopelijk wordt het weer droog. Ik zei, man, als het 3 uur achter elkaar keihard zou regenen, dan zou ik pas echt gelukkig zijn. Ja, ja, en dan nog hebben we te weinig. Hè? Ja. Ja. Het is heel droog. U bent een dierenvriend, u heeft zelf ook dieren. U woont op een landgoed in Twello? Ik woon op een oud landgoed waar natuurlijk nog maar weinig van over is in vergelijking met vroeger. Mm-hmm. Het landhuis is ook vernietigd in de oorlog. En er is een koetshuis verbouwd tot een zeer comfortabele woning. Maar ik woon echt prachtig aan de IJssel. Ja, met beesten. Heeft dieren. Wat heeft u voor dieren? Ik heb koeien, schapen en kippen. En dat jonkt ook allemaal? Ja, ik had in maart had ik lammeren en in april had ik kalveren. En daar helpt u ook zelf lekker bij de koeien. He? U helpt ook zelf mee met ik de bevallingen? Nee, de schapen kan ik meestal zelf wel verlossen als het nodig is. Zo. Voor de koeien had ik deze keer 1 keer midden in de nacht een veearts nodig. Want er zat een kop in de baarmoeder vast en om 3 uur 's nachts, het lukte me niet. Maar dat probeert u wel. Ik begin hetzelfde proberen met de hulp van de tuinman. Ja, fantastisch. Ik heb een geweldige tuinman en die komt meteen. Ik zie het beeld voor me van Jan Terlouw met een arm in een koe om te kalveren. Ja. 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 Maar goed, ook ik was in de oorlog een kind die heel veel bij de boeren zat. En ik heb daar heel veel meegemaakt allemaal. Hmm. En dat weet je dan toch nog, hè? Ja, ja. Ja. Dat heeft u meegenomen en nu voert u dat in de praktijk. Want ja... Ja, maar ik woon daar al 28 jaar. Mm. Dus ik ben al 28 jaar, doe ik dat weer, zeg maar, sinds de oorlogsjaren. En wat brengt u dat dan, dat contact met die beesten en dat er jongen geboren worden? Ik ben een dorpsjongen, ik ben opgegroeid in een klein boerendorp in Garderen. Was ik op de lagere school. En voor mij is het normaal om met de natuur te zijn. Dan zie je natuurlijk ook wel dramatische dingen. Nou zien we die eekhoorntjes die door de droogte niet voldoende water kunnen vinden. Ja. Dat gaat ook niet altijd goed natuurlijk, neem ik aan, met uw schapen en koeien. Het gaat ontzettend veel verkeerd. Ja. Ja, als je kijkt naar de biodiversiteit, de variëteit in planten en dieren, die neemt zo hard af. Mm. Vorig jaar hoorden we dat 75% van de insecten zijn verdwenen. Moet je nagaan, 75%. Ja. De biodiversiteit is in Nederland nog maar 15% van wat het was in 1900. Dramatische afname. En wereldwijd is dat aan het gebeuren. En dat is heel erg zorgelijk. Ja, dat is desastreus voor mens en dieren. Absoluut. Eigenlijk, hè? Daar moeten we echt wat aan gaan doen. En gelukkig begint dat besef een beetje door te dringen. En dan is er vandaag ook een sproeiverbod afgekondigd in bepaalde delen, ook van Gelderland. U mag ook niet meer sproeien, denk ik, hè? Nee, maar ik sproei nooit. Dat doet u ook niet. Nee, als echte natuurliefhebber. We zijn even de archieven ingedoken en hebben uiteraard voldoende beeld van Jan Terlouw gevonden. Daar kunnen we het komende half uur heel gemakkelijk mee vullen, maar dat doen we dus maar even niet. Een korte terugblik. Als kind zag Jan Terlouw van dichtbij wat de oorlog met mensen doet. Hij maakte een aantal bombardementen van dichtbij mee en zag met zijn eigen ogen hoe een Joods klasgenootje werd gedeporteerd. Die persoonlijke ervaringen in oorlogstijd zouden later een bron vormen voor zijn jeugdboek Oorlogswinter. Een boek dat ook verfilmd zou worden en uiteindelijk een van de best bezochte Nederlandse films van deze eeuw werd. Na een studie wis en natuurkunde belandde Terlouw uiteindelijk in de Haagse politiek. Hij werd lid van D66 en met Terlouw aan het roer boekte die partij succes. En ons type oppositie, het redelijk alternatief, viel blijkbaar beter dan dat van de Partij van de Arbeid. Terlouw schopte het zelfs tot minister van Economische Zaken en vicepremier. Veel van het succes kan Terlouw in naam van zichzelf zetten. Omdat hij zo'n betrouwbare en evenwichtige en de redelijke uitstraling had. In 1991 werd hij als eerste D66er commissaris van de Koningin. En die rol zou hij in Gelderland tot aan zijn pensioen vervullen.
In januari 1995 was Terlouw dus degene die moest beslissen over evacuaties in het gebied tussen de rivieren tijdens het hoge water. En vanaf morgenochtend 8 uur zal die voorbereide evacuatie in die gebieden van start gaan. En die beelden staan bij veel mensen nog altijd in het geheugen gegrift. Ja, die beelden kennen we allemaal nog. Ja. Eerst even naar u. Hoe gaat het met u? Het gaat met mij goed. Ik ben natuurlijk een stokoude man geworden. Intussen, ik zie mezelf hoe jong ik daar nog was. Maar ik heb niets te klagen. Ik ben behoorlijk gezond. Ik heb voor het eerst van mijn leven in januari in een ziekenhuis gelegen met een zware longontsteking. Ik ken de ziekenhuis helemaal niet van binnen. Mm. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dat zal een hele ervaring geweest zijn. Ja, dat was best een ervaring, maar na 8 dagen ging het weer beter. Oh, gelukkig, ja. Gelukkig hersteld. En voor de corona dus nog. Het was net voor de corona. Ja, ja. Ik heb me even afgevraagd of het misschien was, maar mijn huisarts denkt van niet. Ik denk het ook, want ik heb geen mensen besmet. Nee, goed zo. Ja. Nou, gelukkig. Nou zagen we net op het filmpje uw enorme staat van dienst in de politiek ook en daarbuiten. Wat zijn voor u nou de hoogtepunten en de dieptepunten uit die tijd? Uit welke tijd? Uit uw hele leven. Uit mijn hele leven? Ja. Ja, het centrale deel van mijn leven is toch Den Haag, is toch het Binnenhof. Ja. Ik ben eerst 13 jaar kernfysicus geweest. Ik heb kernfusieonderzoek gedaan in Amerika en in Zweden. En later bestuurlijk, zoals u ook liet zien. Maar het Binnenhof is toch het kloppende hart van het land. Hè? En als je daar 10 jaar zit, je kunt iedereen opbellen. Dat vond ik zo bijzonder. Toen ik Kamerlid was, ik dacht vanaf nu kan ik iedereen opbellen. Iedereen zal me te woord staan. De minister-president en de rector magnificus van een universiteit. Dat heeft dat. En als je wat zegt, dan moet je uitkijken, want morgen staat het in de krant of het wordt bij u uitgezonden. Dan voel je je toch, ja, het is toch het centrale deel van mijn leven geweest, voor mijn gevoel. Dat is het hoogtepunt, neem ik aan. Nou ja, hoogtepunt, het centrale deel, ja. Zou je kunnen ja. Zeggen. Ik heb alle fases prachtig gevonden, hoor. Ik ben een wetenschapper in hart en nieren. En ik heb ook later bestuurlijk veel gedaan, maar als je dan zegt, ik kijk op mijn leven terug, daar zit het hart, het Binnenhof. Ja, meer als Kamerlid dan als minister. Ja, ik ben veel langer Kamerlid geweest. En Kamerlid, ja, is toch heel partijleider, hè? Mm-hmm. Dat komt er dan bij als je een partij leidt en probeert richting te geven. En dat ging voor de wetenschapper? Of was dat en-en? Voor nou, de wetenschapper die moest plaatsmaken ja. Voor de politicus. En als wetenschapper dan zoek je naar de waarheid. Je wilt steeds dichter bij de waarheid komen. En dan kom je in de politiek. En een soort salto mortale, je zoekt niet meer naar de waarheid, maar naar het haalbare. Wat kan er in deze samenleving? Dat is iets heel anders. Het compromis. Ja, het compromis, het haalbare. Je kunt zeggen, dat zou het beste zijn, maar ja, dat haal je niet. Dus dan maar het ene beste. En niet alles is maakbaar, hè? Dat zien we juist in deze tijd ja. Ook. Hoe kijkt u naar Rutte? Hoe doet hij het? Wat nou? Hoe kijkt u naar premier Rutte? Hoe ja. Doet hij het? Ik vind dat je goed kunt zien in deze tijd dat mensen, als het erop aankomt, fijn vinden om bestuurd te worden. Zeggen, er is een probleem. We weten niet precies wat we moeten doen. Wie weet dat nou eigenlijk? Nu is er een regering en die zegt, oké, we hebben erover gedacht, naar de wetenschap geluisterd, dit gaan we doen. Ik ervoer datzelfde in 1995, waar u het net wat u liet zien. Er was hoog water, het zag er eng uit over die dijken. Daar een enorme watermassa en daar diep in je huis. Mm. Wat moet ik doen? Mm. En dan komt er een bestuur en die zegt evacueren. Ja. En ik heb toen gemerkt dat mensen dat fijn vinden. Er wordt geregeerd. Ja. 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 En de mensen luisteren ook. En de mensen luisteren als ze voelen, ja, nu hebben we echt een bestuur nodig. Ja. Oké, Rutte doet dat. Ik heb best op een paar punten, dus zou ik het anders doen. Maar overal vind ik dat het goed gaat. En dat Rutte en het kabinet het goed doen. Een van die punten is het voetballen, begrijp ik. Nou ja, ik begrijp niet. Of kijk, ik hoef dat ook niet te begrijpen. Ik ben niet deskundig. Maar ik wil wel graag uitgelegd krijgen waarom in Duitsland wel gevoetbald mag worden en in Nederland niet. Mm. Je kunt die mensen toch testen en zeggen die 30 mensen op dat veld even testen of ze het hebben of niet en laten ze voetballen. Ja. En dat is televisie, verdienen ze wat, de mensen thuis zien wat. Nou ja, ik heb er geen verstand van, maar ik wil het wel uitgelegd krijgen. Ja, en u wil graag het voetballen weer zien, neem ik aan. Ik zou het leuk vinden, dat voetballen. En ik denk dat er heel veel mensen, vooral nu ze zoveel thuis zitten, denken, goh, waarom mag ik het voetballen niet zien? En het bezoeken van ouderen in verpleeghuizen, wat vindt u daarvan, die lockdown? Ja, daar vond ik het ook een beetje magertjes, hoor. Dit loslaten van die regels, er wordt zo
Kijk, je moet oppassen voor die oude mensen, tuurlijk. Mm. Maar anderzijds, het is niet alleen maar gezond zijn. Het is ook met je kinderen kunnen zijn. Ja, dus ja. Ik denk dat er heel wat afgeleden is. En ook daar hoop ik dat het snel versoepelt. Ja. Merkt u dat zelf ook? Heeft u zelf last van de coronamaatregelen? U heeft kinderen, kleinkinderen? Ik ben absoluut niet eenzaam. Bij mij gaat het heel goed. Maar als je in zo'n tehuis zit, ja... Ik had wel met veel van die mensen te doen, hoor. Mm, ja. Het is een vrij eenzame plek, hè? Ja. En u zit nog in uw eigen huis. Dat is natuurlijk een andere omgeving ook. Dat is heel anders en ik heb allemaal dierbaren in de buurt. Ja. Ja. Nou zijn er ook wel wat voordelen in deze tijd. Namelijk dat de lucht een stuk schoner is. Want er ligt van alles stil natuurlijk. Komt nu langzaam weer een beetje op gang. Is dat een voordeel, vindt u? Ik hoop... Kijk, wij leven in de laatste tientallen jaren... alsof alles kan. Alles is er. We handelen alsof alles oneindig beschikbaar en aanwezig is. En dat is niet zo. De dingen zijn eindig. De dingen raken op. Al 48 jaar geleden kwam het rapport van de Club van Rome. Grenzen aan de groei. Dat is eigenlijk het eerste rapport die zei mensen... circulaire economie hergebruiken, want dingen raken op. Waar afgaat en niet bijkomt, daar raakt op. En zo leven we niet. Ja. En het is ook wel begrijpelijk, want ja, hoe moeten we dat nou zien? Ja. Maar het is wel zo. We hebben het gezien na de oliecrisis ook, hè, waar Joop den Uyl zei... het wordt nooit meer zoals het was. En het werd nog veel erger dan het was, volgens mij. Nou, nee. Het jaar daarna was alles weer gewoon zoals het was. Ja. Hè? En we zijn meer gaan consumeren. Van geleerd. Ja. Maar ik hoop van dit dat mensen nu gaan beseffen... ja, dus blijkbaar kan het niet altijd gewoon maar doorgaan. Mm. Dus laten we nou eens even nadenken, wat zijn we aan het doen... En al die problemen met het klimaat, met de biodiversiteit enzovoort... en daar spreek ik even als wetenschapper. Ze zijn oplosbaar. Ze zijn betaalbaar. Er zijn oplossingen. Maar je moet wel wat doen. We kunnen niet op deze voet doorgaan. Nee. En ik zou me kunnen voorstellen dat deze crisis meer mensen doet beseffen... hey, misschien moeten we toch eens iets beter nadenken over de manier waarop we leven. Ja. Is het dan nog mogelijk om voor het haalbare te gaan... Want er is een doel wat gehaald moet worden, maar haalbaar zijn die maatregelen misschien niet. Ja, we hebben ook een democratie. En dus, ik merk ook steeds, het grote probleem is... We zeggen natuurlijk politiek doe het, en terecht, want daar worden ze voor gekozen. Maar het is ook wel zo, dat als je politicus bent, dan weet je ook wel... Ik kan niet iets doen wat de bevolking echt niet wil. Dat lukt je gewoon niet. Je wordt niet herkozen, het lukt je niet. En dus... De politiek een taak om flink te zijn en om de visie te tonen en zoveel mogelijk te doen. Maar ook moet de bevolking overtuigd worden dat dit mogelijk is, dat het kan en dat het moet. En daar heeft niet alleen de politiek natuurlijk een taak. Daar heeft ook het onderwijs een taak. Daar hebben ook de religies een taak. Daar hebben ook de kunsten een taak. Daar hebben journalisten een taak. En dat moeten we allemaal samen doen. Met z'n allen. Ja, overtuig de mensen dat dit kan, dat dit mogelijk is, dat dit betaalbaar is. Een beetje terug in welvaart, maar niet veel. En dat je dus zullen moeten willen. Ja. En als het echt tot mensen doordringt dat hun kind een slechtere wereld krijgt dan zij zelf hebben gehad. Er is geen ouder die als het echt tot ze doordringt, die zal zeggen dat doen we niet. Nee. Maar als ze dus niet willen, dat betekent dat ze het niet weten. Dus die kennisoverdracht is van levensbelang. Ja, denk ik. Meneer Ten Louw, de coronamaatregelen zijn voor de economie gigantisch natuurlijk. Ook voor de culturele sector, bioscopen zoals we net zagen. Volgens Rutte is het niet gezondheid versus economie. Kun je het niet loszien, maar ja, hoe ziet u dat? Want de gevolgen voor de economie zijn immens. Die zijn heel ernstig. En we moeten nog zien hoe het uitpakt straks. Ik hoop dat het een klein beetje meevalt. Omdat we nu een overheid hebben in tegenstelling tot de 30er jaren. Toen overheden bezuinigden. Mm-hmm. En toen is Keynes gekomen die zegt nee, je moet juist uitgeven. Investeren. En dat doet de overheid nu royaal. Ja. Dus misschien valt het nog een beetje mee. Maar het is natuurlijk wel ernstig, ja. Mm-hmm. Hoe zou u als minister van Economische Zaken hierop gereageerd hebben? Ja, toch ongeveer hetzelfde als wat ik nu zie gebeuren. Investeren, op bedrijven, overheid. Helpen en proberen zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. En ja, je zult toch nu moeten gaan kijken, zal de werkgelegenheid verschuiven? Het kan zijn de toeristensector, de transportsector, dat daar toch minder werkgelegenheid zal zijn. Ja. Dus je moet gaan denken om omscholen, werkgelegenheid scheppen elders.
Moet je voorzichtig doen, maar het moet wel. Ja. Maar dat kan ook tijdelijk zijn natuurlijk. Zeker in de toeristische sector. Ik neem aan dat mensen op het moment dat het weer kan ook weer op vakantie gaan. Dat zal vast gebeuren, maar er blijft toch misschien wel iets over van een effect. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Dat we minder op vakantie gaan vliegen bijvoorbeeld? Ja, dat we minder gaan vliegen. Dat ook zo'n KLM moet natuurlijk wel blijven, maar het hoeft niet meer in deze mate. En het vliegen moet ook zijn echte prijs krijgen. Dan wordt er daardoor ook al minder gevlogen. Ja, precies. Ja. Nu heeft de coronacrisis ook zo zijn effecten op de democratie eigenlijk. Hè? En we zien, er worden allerlei maatregelen genomen. Door wetenschappers worden ze voorbereid. Het kabinet neemt ze over. Wetenschappers, dat moet u fijn vinden, dat die eigenlijk een beetje in de lead zijn, zeg maar. Het kabinet neemt ze over, maar een democratische controle daarop lijkt wat minder. Hoe ziet u dat? Nou ja, het parlement controleert nog wel steeds. En nu toch ook wel echt op dingen die ertoe doen. En dat moet je zorgvuldig blijven doen. Maar ik vind die angst dat de democratie echt achteruit gaat, die heb ik niet in een land als Nederland. Dat komt heus wel goed. Ja. Het is helemaal niet zo erg om eens even een beetje geregeerd te worden. Dat klinkt voor iemand van D66 wel heel bijzonder. Ja, maar dat is, je moet erop letten. Maar dat iemand even zegt, jongens, dat doen we wel en dat doen we niet. Dat is toch de essentie van ordening, van wetgeving. Ja. En dat moet nu iets strenger en dat wordt straks wel weer losser. Ja. Dus de pragmatische kant van D66. Ja, dat lijkt me wel een beetje redelijk blijven. Hè? Ja, ja. Nou zitten we ook nog met 17 miljoen virologen tegenwoordig in Nederland. Hè? En, die allemaal een eigen mening hebben. Kunnen wij die verantwoordelijkheid wel aan om zelf min of meer te beslissen of wij ons aan de maatregelen houden? Nee, dat moet je ook niet doen. Je moet je aan de maatregelen houden. En natuurlijk, er zit wel een kleine variatie in. Maar ik raad de mensen toch zeer aan om te doen wat de regels voorschrijven. Want daar is goed over nagedacht. Niemand weet het zeker. De wetenschap niet. De politiek dus zeker ook niet. Maar je blijft zoeken. En doe nou maar wat de regering die daarvoor aangesteld is adviseert. Of eigenlijk voorschrijft. En dan, het gaat straks ook weer beter worden. Er wordt een vaccin gevonden, daar ben ik van overtuigd. Ja. Eerder al een medicijn misschien. En dan worden de maatregelen snel versoepeld. Ja, maar we zien nu al heel veel protest tegen die anderhalve meter. Hè. Er is een Facebookpagina met duizenden likes. Maurice de Hond roept overal, dus helemaal niet nodig. Wat is de boodschap van u aan die mensen? Ja, mijn boodschap is ook die anderhalve meter. Probeer daar je normaal aan te houden. Maar wees niet al te zenuwachtig als het niet zo goed lukt. Want de besmetting buiten is toch klein. Dat wordt toch steeds duidelijker. De besmettingskans. Hij is het grootst in besloten ruimtes, droge ruimtes, waar gezongen en gehoest en gefeest wordt. Nou ja, dan kun je een beetje die maatregelen op gaan aanpassen op die nieuwe inzichten. Ja. Maar u bent 88, begin van het jaar lag u in het ziekenhuis met een longontsteking. Nu zit u in de studio. Maakt u zich voor uzelf zorgen? Nou, absoluut niet. Nee? Nee. Helemaal niet. Nee. Als ik een beetje verstandig ben, de kans dat een van jullie het heeft is ontzettend klein. De kans dat ik het heb is ontzettend klein. We zitten op anderhalve meter. En de ruimte is groot. Ja. Ik maak me daar totaal geen zorgen om. Ik kan u ook beloven, ik ga niet zingen. Dat scheelt ook. U gaat niet zingen. Ja, u praat wel. En, kijk, het leven heeft risico's. Maar, U maakt zich persoonlijk niet zo zorgen. Maar heeft u vertrouwen in het Nederlandse volk? Hè? Want we zagen gisteren foto's, wellicht enigszins gemanipuleerd op het strand. Hè? Met een groothoek lens of wat dan ook. Maar het was wel heel erg druk. Ik vind toch dat het behoorlijk goed gaat, hoor. Ja. En ja, goed. Ik raad de mensen aan, hou je zoveel mogelijk aan de regels. Ze zijn er niet voor niks. Het kan zijn dat ze een beetje te streng zijn. Maar dat is beter dan te weinig streng. Je spaart toch ook levens als je dat doet. En dat wil je toch ook. Nee, het is lastig. Het is vervelend. Voor sommige mensen is het vreselijk als ze dierbaren verliezen. Ja. Voor sommige mensen behoorlijk erg als ze vereenzamen. Voor sommige mensen behoorlijk erg als ze economisch. Maar voor iemand zoals ik. Het is een beetje lastig dat ik mijn toespraken niet kan houden. Maar verder is er niks aan de hand, hoor. Nee. Nou, hoe kijkt u nou tegen partijen aan die daar tegen aanschoppen, tegen dat beleid? Ik zeg het maar wat grofweg, de populisten. U bent een wetenschapper, feiten gedreven. Zo heeft u ook geprobeerd politiek te bedrijven. En we horen nu alleen maar meningen en op social media vliegen ze om de oren. Wat vindt u daarvan? De populisten die zeggen, ik geloof de wetenschap niet. Ja. Die zijn zeer onverantwoordelijk bezig. Ze kunnen dat namelijk niet beoordelen. Ze zijn zelf geen wetenschapper.
En het is niet zo dat de wetenschapper het allemaal precies weet. Wetenschapper leeft met twijfel. Die heeft onzekerheidsmarges. Maar die weet het wel een stuk beter dan de populist die in het parlement zit. Mm. Dus die moet afgaan op zo goed mogelijk wat de wetenschap zegt. En de taak van zo'n populist als parlementslid is om dat zo goed mogelijk te vertalen naar politieke maatregelen. Parlementariërs kunnen geen wetenschappelijk debat voeren. Nee. Daar zijn ze niet voor toegerust. Dat is hun taak niet. Hun taak is om goed te luisteren naar de wetenschap en dan zo goed mogelijk de politieke vertaling te doen. En in de praktijk gebeurt dat niet heel... Nee, dat gebeurt niet altijd. Nee. En dat vind ik buitengewoon onverantwoordelijk. Ja. Ik vind het ook potsierlijk, maar voor een parlementariër daarnaast ook onverantwoordelijk. Ja. Ja, we zien het hier in Nederland, maar we zien het ook internationaal natuurlijk. Hè? Iemand als Trump, Bolsonaro. Ongelooflijk. Ja. Als je ziet door wie we geregeerd worden wereldwijd, dat is werkelijk zorgelijk. Ja. Ja, nou, iedereen krijgt de president die verdient, zeggen ze altijd. Maar, ja. Dat vind ik ook wel heel zorgelijk, hoor. Want als de helft van de Amerikanen op iemand als Trump, die zo onbehoorlijk is. Het is gewoon een onbehoorlijke man. Mm. Die de waarheid niet spreekt, die verkeerd met vrouwen omgaat enzovoort. Dat de helft van de Amerikanen op zo'n man kiest, ja, dat vind ik tamelijk onbegrijpelijk en heel erg zorgelijk. Ja. Ja. En het ja. maakt nogal wat verschil of die straks herkozen wordt of niet. Nou, of zeker. We doorgaan met American First en met twee spalten, met China, met zo Rusland. Maakt veel verschil. Ja. Dat ligt nog in de toekomst, gelukkig. Ja. En daar wilden we ook naartoe, dus dat is een mooi bruggetje. Ja. Ja. U gaf al aan, bijna 80% van de insecten die we hadden zijn er niet meer. U maakt zich zorgen, we moeten een omslag maken. Hoe dan? Leg het ons uit. Wat moeten we doen? Wat we moeten doen, dat is beseffen dat de natuur niet onze slaaf is, maar dat we daarbij horen. Dat het onze compagnon is. Dat het broeders en zusters zijn. En dat we met respect omgaan met de natuur. Niet uitbuiten. We zijn natuurlijk al duizenden jaren de natuur aan het domesticeren. We hebben de dieren tot onze slaaf gemaakt. En de groentes en de alles, we modificeren het. Dat moeten we op een verantwoorde manier doen. Dat moeten we doen op een manier die de natuur in stand houdt en respecteert. En dat doen we nu absoluut niet. We zetten het onder druk. En we buiten het uit. Ja, we bouwen megastallen. En dat kan niet. Het is eindig. Ja. Dus als we dat nou maar tot ons doordringt, dan kan het op een veel verantwoorder manier gebeuren. Ja. Dat betekent dat we ook iets meer moeten gaan betalen. Ja, de dingen moeten hun echte prijs krijgen. Mm-hmm. Als je kijkt naar vlees. Vlees is veel te goedkoop. Ja. Als je ziet wat je eigenlijk allemaal beter zou moeten doen om de natuur te respecteren. Ja. Dan moet dat duurder worden. Ja. Vliegen is te goedkoop. Als je alles een echte prijs geeft, dus als je de milieuschade verrekent in de prijs van het product, dan kan de marktwerking, waar ik helemaal niet zo dol op ben, die kan best eigenlijk. Mm-hmm. Maar dan heb je een sterke, verantwoordelijke overheid nodig die zorgt dat de dingen hun echte prijs krijgen in die markt. Ja. Maar nou roept ieder Kamerlid onmiddellijk van, dat kunnen we niet nationaal regelen, dat moet internationaal. Dat is ook zo. Ja. En dus leert dit ons ook weer, bijna alle problemen hebben nu een mondiaal karakter. Dat geldt voor het vluchtelingenprobleem, voor het klimaatprobleem, voor de enorme tweedeling. Het grijpt allemaal in elkaar ook. Ja. Het is allemaal, terwijl de politiek natuurlijk heel, heel nationaal is gebleven. Dus we zullen moeten kijken, de dingen die internationaal geregeld moeten worden, dat we dat ook gaan doen. Mm-hmm. En dan moet zo'n Europa, die moet zich niet met allerlei kleinigheden bemoeien waar ze zich nou juist niet mee moeten bemoeien, maar met de grote dingen wel. Mm-hmm. En dat ik zo'n Timmermans zie met een groot milieuplan komen, dan denk ik, yes, daar moeten we naartoe, naar dat soort maatregelen. Ja, ja. Maar dan komt er meteen een storm van kritiek. Ja, dat heb je als politiek nou eenmaal te wachten. Nou, dat hoort en je bij. Moet dan strijden en proberen het voor elkaar te krijgen. Ja, ja. En wat ik positief vind, dat is toch steeds meer mensen dat beseffen en dat ook zullen willen. Ja. En vooral ook de jongere generaties, hè? Die staan daarachter. Betrekken we die genoeg bij de oplossingen voor de, zullen we zeggen, de wereldproblematiek? Nee, absoluut niet. Ik heb een paar jaar geleden al die voorzitters van politieke jongerenpartijen bij me thuis gehad. En we hebben een manifest gemaakt. Het manifest zei, kabinet, de vervuiler betaalt moet uitgangspunt van beleid zijn. Daar stond in, multinationals, net zoveel belasting betalen als midden- en kleinbedrijf.
En dat soort dingen. Alle partijen deden eraan mee. Ja. Ik heb er geen woord van teruggezien bij de kabinetsformatie. Hoe jammer. En dan denk ik, jongens, dit zijn geen kinderen. Nee. Dit zijn mensen van 25, maar die jongere partijen. Maar geeft dat niet hoop voor de toekomst? Dat dit de nieuwe politici worden straks? Ah, ik denk dat dat steeds meer zal gebeuren. Ik hoor het ook bij omroepen dat ze meer naar jongeren zullen moeten gaan luisteren. Mm. En de jongeren zelf, die zien, het is onze toekomst. Ja. Ja. En als ik dat tegen ze zeg, zeggen ze, ja, dat is ook zo. Ja. Zeg ik, doe wat. Ja. Neem het niet meer. Maar goed, Rutte riep op tot een revolutie onder de jongeren. Wat vond u daarvan dan? Laat je stem horen. Ja, daar ben ik heel erg voor. Ja? Ik zeg, ga maar staken, ga de straat op, ga naar het Malieveld. Ja. En zeg, jongens, dit is onze toekomst. Geef ons een stem. Ja. U heeft het alleen over de wereld en hoe gaan we hiermee om? En bij Rutte ging het, geloof ik, meer over de scholen vooral. Ja. Corona-maatregelen. Ja, precies. Maar goed, dat is heel mooi. En daar is Rutte nu even druk mee, dat begrijp ik ook. Ja. Mm-hmm. Maar als dit weer luwt, of zelfs over is en dat gaat gebeuren, laat er alsjeblieft iets van overblijven. Van een actie voor anders met de natuur omgaan. Dat is toch de sleutel, hoor. Anders met de natuur omgaan. Ja. Nou is het een hele onzekere tijd waarin wij leven. Hè? En we weten helemaal niet hoe we uit die crisis gaan komen straks. Hoe komen we überhaupt met de wereld verder? Kunt u ons een beetje moed geven daarin? Heeft u een boodschap? Hoe houden wij moed? Dames en heren, we moeten ons houden aan de maatregelen. Ze zijn misschien wel iets te streng, misschien ook niet. Maar je spaart er levens mee en het gaat ook weer over. En laten we dan in de nieuwe samenleving vooral beseffen dat de natuur onze partner is. Niet onze tegenstander, niet iets wat je uitbuit, iets waar je mee samenwerkt.